Ik heb op dit moment 99 crown wins en ik ga proberen om als eerste van heel Nederland de 100 te halen. Eén probleem, ik heb nog geen crown. Oké, het enige probleem is dus het kroontje. Wij moeten dat kroontje proberen te fixen. Er zijn vast wel genoeg kroontjes in deze map, maar dat betekent niet dat we er eentje gaan krijgen. Dan weet ik dat hier iemand geland is. Maar waar? Hierachter. Dankjewel. Daar ging wel flink veel HP er doorheen meteen. Kom hier. Is hier een chest ergens? Hier, twee chesten, kom op, please. Geef me even de HP of iets. Juist hem, dankjewel. En minis, yes. Oké, dan hebben we full HP. We moeten ook heel goed opletten in de chat. Want als wij geen kroontjes zien, dan gaat het namelijk heel erg moeilijk worden. Iemand hier. Daar. Oh, waarom schoot ik niks raak? Ik heb wel iets van materials, dus... Waar is hij? Waar is deze man heen? Pump, juist hem. Dankjewel. Hij zit hier. Hij zit weer hier. Oké, er zit nog een enemy. Dankjewel. Oké, dit was niet iemand die heel goed was. Maar er komt nog iemand aan. Die zit hier boven namelijk. Geef me een goede perk. Niet die. Andere perk. Andere. Ik wil deze niet. Lightfinger, sure. Dat is nog wel een oké perk. En er zit hier wel iemand. Die rilt daar langs. Oké, we moeten omhoog. Er zit hier iemand. Rustig aan. Doei! Oh, dat was wel slim, though. Ik zat te denken van, ik moet wachten. En het worked out, though. Oké, ik heb wel even wat snellere movement nodig hiervoor. Dus we gaan eventjes mijn nieuwe ODM gear fixen. En dat kan je namelijk hier doen. Tenminste, dan hoop je dat je hem krijgt. En dat krijgen we ook, dat is mooi. Blauwe Havoc pump. Oké, we hebben hier wel de Havoc. Ik bedoel de high card, sorry. Wat we wel kunnen doen, is die gewoon pushen. Maar daar komen we altijd goede mensen op af. Oftewel, de kroontjes die wij nodig hebben. Zie je, er zijn daar best wel flink wat enemies. Nu aan het fighten al. Please, laat daar een kroontje tussen zitten, Rick. Oh. Dankjewel. Niks aan de hand, Rick. Niks aan de hand. Dankjewel. Die gaat nu healen, denk ik, of niet? Woe! Hebben wij nou alsnog gewoon die Mythic Shotgun zo makkelijk kunnen pakken? Wat is dit, joh? Ik ben niet gewend dat het zo makkelijk gaat. Maar oké, sure. We pakken hier natuurlijk weer hetzelfde trucje. Niemand hier. Let's go. Ja, dan zit je dan wel safe al, Rick, maat. Zoals ik al zeg, het enige probleem deze hele game gaat dat kroontje zijn. Oprecht. Kijk, die goede loot, die hebben wij wel. Alleen de volgende stap, die hebben we dus nog niet. En de kans wordt ook steeds en steeds kleiner hierdoor. Oké, er is iemand met ODM gear gekild. En die had een kroontje. Dus we moeten echt op zoek gaan, jongen. We moeten snel zijn. We moeten alles en iedereen die wij zien, moeten wij pushen. Oké, go. We hebben in ieder geval weer gouden loot. Dat is top. Ik word getarget. Kom maar. Normaal zou ik zeggen, yo, liever niet. Maar nu wel. En gouden loot. Oké, krijgen we Aerialist of iets? En dit is trouwens ook wel een goeie. Nog 19 andere mensen over. Met nog maar 1 crown in onze lobby. Kijk, de loot hebben we dus nu weer. Maar, dammit. Gaan met die banaan dan maar, hè, weer. Hoppa, tempootjes. Hier iemand? Wat? Nice. Die damage gepakt? Ik weet het niet. Voor mij was dat een bot namelijk aan de andere kant. Dat weet ik wel zeker. Waar is hij heen? Die had geen kroontje. Maar dit gaat zo moeilijk worden, jongen. Oké, pak die ODM gear. Dat is iets meer vol. Oké, er was hier wel nog een enemy. Maar dat was 100% zeker een bot. Dus ik weet niet of dat nou heel slim is om hem dan aan te pakken nu. Ik ben hem ook volledig kwijt. Dus laat die bot maar lekker zitten. Dat gaat niet helpen. Het enige wat gaat helpen nu is Loot Island. Hier, iemand. Pop deze snel.
deze guy is niet slecht. Die heeft sowieso wel een kroontje, toch? Oppassen, Rick. Oh, Lucky. Nou, hij heeft een kroontje! Yes! Yes, 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 yes! Kom hier! Kom hier! Kom hier, kom hier, kom hier, kom hier. Had hij nog een andere gun? Nee, hè? Nee. Oké, we kunnen Loot Island pakken als we dat willen. We hebben er genoeg materials voor, toch? Ja, zat. Gaan, gaan, gaan. Ik wil eigenlijk liever een rift pakken. Is die hier? Shit. Waarom pakt iemand anders nu een rift? Oké, we moeten dit slim uitspelen, Rick. Ik ga het eerst proberen. Even kijken wat hij doet. Hij zit op het dak. Nee, dat is een bot. Zijn bot is dat. Hij heeft een sniper. Pas op. Nou, deze bot loopt vast. Dus dat maakt niet zoveel uit. Komt-ie? Ja, die is dood, die is dood, die is dood. Wat? Hij is niet dood? Maat, jij lucky freaking bastard. Is hem aan de glider redeploy. Oh, jij lucky freaking bastard. Kijk hem op, een andere. Kom op, geef mij ook Aerialist. Hallo. Ja, dankjewel. Oké. Okay. Kijk, krijgen we ook nog de overclock rifle. En die opnieuw. Thanks. Ik denk alleen dat die ene guy niet meer gaat pushen. Denk ik zomaar. Want hij durft natuurlijk niet. En ik zie ook nergens een snipertje, flashlight. Dus helemaal prima. Oké, okay, er zitten hier een aantal enemies hierachter. Hallo. Oh, daar beneden. Daar ook. Ergens. Nou, weet je, laten we maar lekker zitten, joh. Oh. Nou, ik ga weg. Dat is wel wat ik weet, want ik wil niet zo hard gepusht worden. Daar word ik wel een beetje bang van. Ik bedoel, weet je, dat is gewoon uit eigen veiligheid. Er zijn nog 5 andere enemies over mijn 100ste crown win. Please, maat. Geef ons dat geluk. Geef ons dat geluk. Die guy zit daar sowieso nog boven. Ik kan hem natuurlijk ook super, super sneaky uitspelen. Kijk, als je nou echt wil weten hoe je altijd gewoon een win haalt, is moet je alle ammo in een huisje skippen. Om zo. Dan moet je de laatste weghakken. Weet je wel, dat skipt iedereen toch. Zo, dan ga je hier zitten. En dan doe je gewoon zo. Niks aan het handje. Als hier iemand mij ziet, dan zou ik het echt knap vinden, zo. Okay, ik hoor ze wel allemaal vechten daar achterin. Dus ik wil toch wel eventjes koekeloeren, oké? Okay? Oké, er is zometeen nog een guy met een kroontje. Er zijn 2 mensen over. Ik laat die laatste 2 sowieso vechten. Oké, laat maar. Zelfde tactiek, Rick. Zelfde tactiek. Misschien een iets andere tactiek zelfs. Want hoe verder ik ga, hoe meer voorsprong ik heb op de andere natuurlijk, hè? Ik moet er gewoon voor zorgen dat die andere 2 guys met elkaar gaan vechten. En niet met mij. Daar op het dakje. Dus ze vechten nog niet met op... Wat de heck doet hij, man? Wat de heck doe jij? Verspil al je mats maar. Sure. Oh, hij schiet wel. Oké, okay, schiet op elkaar. Yes. Oké. Okay. Pak die third party, Rick. Pak de third party. Yeah. Juist hem. In de storm. Oké. Okay. Deze guy is zeker niet slecht, Rick. Pas op, Rick. Nee, damn it, dat was niet de bedoeling. Kom op, Rick. Maar deze guy is zeker niet slecht, hoor. Wees slim, wees slim, wees slim. Laat hem even pieken. Als hij 1 gekke piek gooit, dan gooien we even wat shots. Hoe kun je dat nou weer hitten, bro? Nice. Oké.
geen probleem. Push nu dan. Push. Hij heeft full AP. Nice. Nice, correct. Oké. Damn it. Ik heb geen mat. GG's. Oh! Oh shit! Holy damn, die 100ste crown win! Abonneer op mijn kanaal voor meer crown wins.